niet heel erg stijf. Deze is deze is best wel krom. Hallo, ik ben Lian en ik zit in de eerste klasse speel ik nu. Ik ben 15 jaar en ik speel normaal met een NanoRay 700. Vandaag heb ik gespeeld met dit racket, de Satellite Gravity 74. En hij speelt echt heel fijn. Hij is heel lekker licht. In het achterveld helpt het ook heel erg om lekker te kunnen clearen zonder heel veel moeite te doen. Voorin kon ik hem ook, dan voelt hij op het begin zwaar, maar als je eenmaal slaat, vond ik hem echt heel fijn. En ja, omdat het zo licht is, kon ik ook heel snel racketvaardigheid ermee doen aan het net. Heerlijk. Ik ben Bart-Jan en ik heb hier de Babolat Gravity 74. Een van de lichtste rackets van Babolat. Je hebt hem ook in de Gravity 78. Nou, hij is medium flexibel. Vind ik nogal meevallen. Hij is super headlight, staat in de omschrijving. Hij is ook echt heel erg wendbaar. Maar het mooie van het racket is vooral dat hij zwabbert niet. Je kan er ontzettend goed mee sturen. Vanuit het achterveld kan je er goed mee versnellen. Op je lichaam heb je heel veel racketvaardigheid en veel snelheid. Aan het net kan je er gewoon goed mee sturen. Dus niet alleen voor de dames een heerlijk racket, maar zeker ook voor de heren die gewoon heel technisch willen spelen. En helemaal aantrekkelijk is dat hij rond de €100 gaat kosten. En nog een heel mooie eigenschap is dat de standaard Babolat bespanning die er nu in zit volgens mij op 11 kilo. En dat slaat heerlijk. Hij kan tussen de 8 en 12 kilo bespannen worden. Hij staat nu op 11. Dat vind ik prima. Daar hoef ik niet voor te bespannen. Echt een goed Babolat racket.